Goedemorgen allemaal, daar zijn we dan weer. Iedereen welkom en ook andere levende wezens. We hebben vandaag als techniekje hebben we Sode Tjurikomi Kos of Sode Tjurikomi Noël. We hebben namelijk 2 jaar geleden hebben wij een wereldkampioen gekregen, Noël van het End. En die heeft een speciale worp met armen over elkaar kruisen. Dat is niet voor niets gekomen. Hij heeft namelijk een trainingsstage gedaan. En we hebben de trainingspartner van hem gevonden weer. Waar wij ook de techniek mee kunnen trainen. Dus in dit geval, welkom. Het eerste wat je doet om de worp te trainen is, je pakt aan de onderkant van de mouw vast. En je brengt 1 arm over de andere arm heen. En je draait in. En je tilt iemand even op je rug. Dat doe je aan 2 kanten. Onderaan de mouw je grip veranderen. Dat betekent dat je je hand met je vingers naar buiten laat wijzen. En dan pak je onder de mouw, zodat je je arm beter naar buiten en naar binnen kan duwen. Komt ie, draai maar in. Volgende dat je een baantje gaat maken en werpen op de bank. Nou, wat je gaat doen is zometeen de worp indraaien en tillen aan 2 kanten. En je probeert zoveel mogelijk keren iemand van de grond af te tillen met dat indraaien. Dus ik ga aftellen, daar komt hij. 3, 2, 1, start. Sneller. Ik hoop dat jullie in ieder geval weer van deze techniek weer geleerd hebben. Dat op een gegeven moment ook heel belangrijk is op een gegeven moment. Dat je verder kijkt dan je neus lang is. Want er worden veel mensen getraind toch op een hele aparte manier. Om toch uiteindelijk wereldkampioen te kunnen worden. Oh, allemaal even in de camera kijken. Nou, let op. Je gaat nu alles vergeten. Wat je gehoord hebt over Noël van het End. Want je gaat hier niks van onthouden. En je gaat weer door tot de orde van de dag.